Loop je door? Ja. Nog maar een paar weken. En dan mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dus leggen wij de politieke partijen aan je uit. 2,5 jaar geleden nog maar, deden we dat voor het eerst. En omdat jullie dat zo waardeerden, doen we het nu gewoon weer. Net als toen delen we de partijen op in hoofdstukjes, zodat je ze, als je dat wil, los van elkaar kan bekijken. Ja, maar beter kijk je gewoon de hele video, want we focussen vooral op wat nieuw is sinds de vorige keer. En dat is stiekem best een hele hoop. Yep. Vooral als je kijkt op wie je kunt stemmen. Ja, want het lijkt net alsof half Den Haag hem is gepeerd. Dus je krijgt van ons een hoop nieuwe gezichten. Een nieuwe generatie. We gaan enorm van mening verschillen. Hoi, Jules. Nieuwe samenwerkingen. Yes! Zelfs nieuwe partijen. En een nieuwe politiek. En we krijgen sowieso een nieuwe premier. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Over nieuw gesproken, hoe hebben de nieuwkomers van de vorige verkiezingen het eigenlijk gedaan? Wat gebeurt hier? Liever bijeen. Natuurlijk krijg je ook weer de oude bekende. Dit is zo absurd. Absoluut niet. Je speelt een bijrol. We nemen je mee langs de belangrijkste punten van de partijen. Het aantal zetels, de lijsttrekker, de peilingen. En we kijken ook weer naar een typisch dingetje per partij. Gedoetjes, relletjes of wat er dan ook speelt. Een grote schande. En tot slot pakken we er ook nog wat keiharde data bij. In deze matrix. Over hoe dicht de partijen bij elkaar liggen. Of juist niet. Ik ga mijn oren niet geloven. Bewust gepolitiseerd. En het is en blijft spuugling. Dit zijn de politieke partijen uitgelegd. We hebben de partijen onderling verdeeld. En leggen ze, net als 2,5 jaar geleden, op alfabetische volgorde aan je uit. Ieder vanuit onze eigen hoek. Maar anders dan de vorige keer krijgt de ene partij nu iets meer aandacht dan de ander. Daarvoor gebruiken we deze verdeelsleutel. Afhankelijk van het huidige aantal zetels in de Kamer en de stand van de laatste peilingen voor deze opnames, krijgt een partij om nabij de 3, 4 of 5 minuten. Maar niet zo veranderlijk als de peilingen. Dus daar komen we aan het einde van de video nog even op terug. Sowieso afkijken dus. Oké, voordat we echt aan de partijen gaan beginnen, eerst nog even dit. Die matrix. Die ziet er misschien een beetje ingewikkeld uit, maar niet als je snapt waar je naar kijkt. In dit vierkant zie je in één oogopslag al het stemgedrag van de partijen van de afgelopen 2,5 jaar in de Tweede Kamer. Voor 63 leden, tegen 66 verworpen. Over moties, wetsvoorstellen en wetswijzigingen. Mevrouw Palland, u had uw stem al uitgebracht, ja. Kijk, op zowel de verticale als de horizontale as vind je de partijen. Beweeg je langs zo'n rij of kolom, dan kun je ze in de vakjes waar ze elkaar raken met elkaar vergelijken. En zie je in hoeveel procent van de gevallen ze hetzelfde hebben gestemd. Waarom? Why? Nou, deze data over het stemgedrag vertellen iets meer over wat de partijen daadwerkelijk doen in de Kamer. En niet zozeer over wat ze zeggen in de campagne. Oké, genoeg getreuzeld. Op naar de partijen. En we beginnen met... De Boer-Burgerbeweging, BBB. What's new? Nou, dit. Dit was afgelopen maart. Ja, goedenavond. Zo was dat gisteravond toen BBB-leider Caroline van der Plas voor het eerst zag hoe groot de overwinning was van haar partij. Uniek. Dit is de kaart nu. Nooit eerder won één partij alle provincies. Dit wordt een ongekende doorbraak genoemd. Overal BBB de grootste partij. Je kan bijna zeggen waar niet. En dat voor zo'n jonge partij. Die in de basis voortkomt uit de boerenprotestbeweging. En het geluid vormde tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen. Ze zijn heel fel tegen de, wat zij noemen, uitverkoop van het platteland. De belangen van de hele agrarische sector staan voorop. En verder heel belangrijk, gemeenschapszin en goed voor elkaar zorgen. Met een mooi woord, naberschap. Gewoon naberschap. Het imago van boeren moet beter. En de kloof tussen stad en platteland kleiner. En de partij wil het vertrouwen van de burger in de overheid herstellen.
Een stem op BBB was voor veel mensen ook een proteststem. Ik heb ook op de BBB gestemd. Ik vond dat zeker in het politieke klimaat waarin we nu leven, dat het wel een keer tijd werd. En omdat ik erg tegen Mark Rutte ben, zeg maar, met zijn VVD-handel. BBB haalde bij hun eerste verkiezingsdeelname 1 zetel. Inmiddels hebben ze de 4. Komt door haar en door hem. Zij kwamen van PVV en Ja21. Ik ben Nikki Pauverwijn. En wat is daarvan het effect? Kan BBB ook in de Tweede Kamer de grootste worden? Nou, dat wordt gezien dit lijntje een moeilijk verhaal. En wat betreft die proteststem is er nieuwe concurrentie. De lijsttrekker is opnieuw Caroline van der Plas. In korte tijd werd ze razend populair, als een soort anti-Rutte. Ze neemt bepaald geen blad voor de mond. Het is gewoon echt compleet gelul als ik het sorry voor het woord. Sorry voorzitter, ik ben daar zo ongelooflijk klaar mee. Van der Plas wil zelf overigens geen premier worden. Wie dan wel? Mona Keijzer. We zijn heel blij dat zij ook terugkeert in de politiek. Zij was CDA, maar is nu BBB. Praktisch, no-nonsense, wars van politieke spelletjes. Het verkiezingsprogramma heet iedere dag BB Beter. Met veel focus op het herstel van vertrouwen in de politiek. En weg met wat zij noemen de witte bordenoverheid. En meer focus op het poten in de klei denken. Bijvoorbeeld door meer boeren of verpleegkundigen in de overheid. Ambulancepersoneel en de brandweermensen. De minister voor Natuur en Stikstof mag van de partij verdwijnen. Ze willen geen klimaatrevolutie, want dat is slecht voor hun sector, zeggen ze. Verder willen ze een asielquotum, geen btw op groente en fruit en een hoger minimumloon. Er is wel een dingetje. Heeft mevrouw van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Heb ik niet zo paraat. U dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in, waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Daar heb ik al veel vaker aangegeven dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen. Die gaat uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag... Ja. Ja, dat is op zich wel een dingetje. Vanaf nu geven we door het Centraal Planbureau doorberekende programma's... dit etiketje. Beboeid, BBB verder niet. 22 november, dan lachen wij. Dank u wel. Haha. Dan de Matrix. BBB stemt het vaakst hetzelfde als Omtzigt en leunt verder iets meer naar rechts. Maar de verschillen met links zijn helemaal niet zo groot. BBB verschilt in totaal net zo hard van de SP en DENK als van Ja21 en de SGP. BBB stemde niet vaak mee met het kabinet. Dus die proteststem, die klopt wel. Door naar de volgende. Bijeen. Zoals? Bijeen. Wat nieuw? Het gezicht van Bijeen. Edson Olf. Samen zullen we een koers veranderen, zodat elk mens de kans krijgt om een beter leven te leiden. Hij volgde vorige maand Sylvana Simons op. Laat Edson stralen zoals jullie mij hebben laten stralen. Zo meer over beide. In de basis legt Bijeen de focus op gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Oftewel artikel 1 van de grondwet. Zo heette de partij eerst ook. En volgens de partij worden we verdeeld door alledaags institutioneel en structureel racisme. En is er sprake van witte suprematie. De partij wil in hun eigen woorden radicale gelijkwaardigheid. In Nederland ja, eigenlijk beter, gelijkwaardiger, rechtvaardiger maken. Tegen racisme, seksisme en kapitalisme. En Bijeen voert een decoloniale politiek. Omdat volgens de partij de gevolgen van kolonialisme nog altijd voelbaar zijn. Bijeen kwam de vorige verkiezingen voor het eerst in de Kamer met 1 zetel. Maar of dat weer lukt? Gezien de peilingen wordt dat erg spannend. De lijsttrekker is dus de relatief onbekende Rotterdammer, Edson Olf. Samen met het team gaan we een fantastisch plan maken, weinig slapen, maar ik heb er heel veel zin in. Eerder was hij al wijkraadslid, bestuurslid en ook vicevoorzitter van Bijeen. Maar... hij erft een partij in conflict. Of zeg gerust... een dingetje. Twee Amsterdamse raadsleden verlieten de partij vanwege de toxische en onveilige sfeer bij de partij. En er was meer. Simon stapte op, mede doordat ze zich niet meer wil verweren tegen bepaalde beschuldigingen. Het is wat dat betreft nooit echt rustig geweest in en om de partij.
In het verkiezingsprogramma ligt de focus op de bestrijding van racisme. En dan vooral met maatregelen tegen discriminatie in het onderwijs, de arbeidsmarkt en bij het vinden van een woning. En de partij wil een verbod op alle vormen van blackface, dus ook Zwarte Piet. Los van de antidiscriminatiepolitiek is de partij economisch heel links. Anticapitalistisch. De partij wil collegegeld in het beroepsonderwijs en op de universiteit afschaffen. Werkgevers moeten sneller een vast contract geven en anticonceptie wordt gratis. Tot slot nog de Matrix. Bijeen zit ver links op het spectrum en met de Partij voor de Dieren zijn ze het vaakst eens. BBB en Omtzigt stemmen in 2/3 van de gevallen hetzelfde. De grootste verschillen zie je duidelijk met de rechtse partijen. Volgende partij. Belang van Nederland, ofwel BVNL. Oké, what's new? Nou, de partij is nieuw. Vorige verkiezingen werden Wiebren van Haga en Hans Smolders nog Kamerlid voor Forum. Maar ze zijn dus een eigen partij begonnen. In de basis is BVNL bij uitstek een partij voor ondernemers, zeggen ze. Ze noemen zichzelf klassiek liberaal. En Van Haga komt uit de stal van de VVD, dus check vooral ook even dat gedeelte van deze video. Al distancieert hij zich inmiddels wel van de partij. We hebben 2 miljoen ondernemers. Die worden nu echt gebruikt als de pinautomaat van de overheid. BVNL noemt zichzelf verder cultureel conservatief. Al zijn ze op medisch-ethische kwesties wel weer progressief. Op dit moment heeft BVNL 2 zetels in de Kamer. Maar of ze na de verkiezingen terugkeren, van de peilingen hoeven ze het niet te hebben. De lijsttrekker is Wiebren van Haga. Hij was dus eerst VVD, maar lag daar onder vuur omdat hij bij meerdere van de honderden panden die hij bezit en verhuurt de huurregels schond. Ging toen naar Forum, vertrok weer, begon toen de partij Groep Van Haga en dat werd dus BVNL. Maar, dingetje, die 2 zetels heeft BVNL niet zelf gewonnen, maar meegenomen van Forum. En, oh ja, Kamerlid Olaf Efraim ging ook mee, maar is alweer weg naar ruzie. Voorzitter. Ander dingetje, de nieuwe nummer 2 op de kandidatenlijst. Ben je oud of oké? Het is allemaal oké. Doe het gewoon. Ken je die nog? Ik ben ongelooflijk trots en blij en verguld dat jij voor ons in de Tweede Kamer de ouderen gaat bedienen zoals het hoort. En een ander opvallend gezicht. Kickbokser Alistair Overeem stopt met vechten. Eerst zei hij nog... Ik ga lekker op mijn stand liggen een maandje. Of een jaartje. Of misschien 5 jaar. Maar nu is hij dus politiek actief. Hij is lijstduwer voor de partij. In het verkiezingsprogramma Nederland voorop en vooruit mikt BVNL op een asielstop en wil mede daarmee het woningtekort oplossen. De partij zegt niet te geloven in het stikstofprobleem en negeert het dossier. De discussie wordt nu gevoerd als een soort, soort religieuze obsessie. We moeten allemaal vechten tegen stikstof. Internationaal moet Nederland zich vooral niet mengen in buitenlandse oorlogen. Het OV moet gratis worden voor studenten en ouderen. En ze willen een zakenkabinet. Dat betekent dus geen politici in de regering, maar ondernemers en zakenmensen. Dan de Matrix. BVNL zit duidelijk diep aan de rechterkant van het spectrum en heeft het meest gemeen met Ja 21. Met linkse partijen is de partij het meest oneens. Door naar de volgende. Het Christendemocratisch Appel, CDA. Wat is nieuw? De lijsttrekker, Henry Bontebal uit Rotterdam-Zuid. Ik ben een Rotterdammer, geboren in Rotterdam-Zuid, op Zuid. Hoor ik dan te zeggen. Ken je dat niet horen dan? Ja, Dirk Boswijk is eigenlijk wat bekender, misschien zelfs wat aansprekender. Maar de partij heeft dus gekozen voor het meer intellectuele zwaargewicht. Zo meer. Ook nieuw voor deze partij, toch traditioneel een van de grootste, de historisch slechte stand in de peilingen. Nou, eerst de basis van de christendemocratie. Nou, dat is de Bijbel, maar wel minder strikt dan bij andere christelijke partijen. Belangrijk is rentmeesterschap. En dat betekent dat de mens beheerder is van een door God geschapen aarde. Voor het CDA is het heel belangrijk dat we deze aarde doorgeven op een goede manier aan de toekomstige generaties. Solidariteit is belangrijk, met zorg voor kwetsbare mensen. Maar de overheid moet zich daar niet al te veel mee bemoeien.
Verder is het CDA een conservatieve partij waarbij waardes en tradities erg belangrijk zijn. Het CDA haalde bij de vorige verkiezingen 15 zetels in de Tweede Kamer. En de peilingen zien er slechter uit. En dat is, ja, even wennen voor de partij die bijna altijd meeregeert en ook veel premiers aflevert. Is de heer Lubbers een goede opvolger voor u? Uw opvolger? Uitstekend. Meneer Wester, ja, u moet het nu echt even zelf doen, hoor. Ik zal het... Nee. Waarom, vraag je je af. Waar? Nou, een dingetje. Die 15 zijn er nu nog maar 14. Want één iemand die nam zijn zetel mee. En niet zomaar iemand. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stapt uit de partij. Dat heeft hij vanmiddag in een tweet bekendgemaakt. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw sociaal contract. Zijn nieuwe partij schoot omhoog in de peilingen ten koste van ook het CDA. En nou, dat is niet alles. Het CDA was ooit dé partij voor de boeren, maar... Dat is waarom boeren stoppen. De grote nederlaag van het CDA bij de provinciale statenverkiezingen stortte de partij in een diepe crisis. Fractievoorzitter van die partij, Pieter Heerma, die is als het goed is in Den Haag en kan ons te woord staan. Meneer Heerma, daar bent u. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je deze uitslag ziet, is het echt een grote klap voor het CDA en die komt hard aan. Het verkiezingsprogramma heet Recht doen en het CDA zet flink in op bestaanszekerheid. Met meer betaalbare woningen voor jongeren, een flinke stijging van de kinderbijslag en meer belasting op vermogen dan op arbeid. Omdat het de middenklasse is die ons land draagt. Meer dan ooit is duurzaamheid belangrijk bij het CDA. En het wil af van dat doorgeslagen rendementsdenken. Dus bijvoorbeeld investeren in die trein in de provincie in plaats van in de Randstad. De nieuwe lijsttrekker is dus Henry Bontebal. Ik moet zeggen, niet de meest bekende CDA'er, toch? Nee, voor het grote publiek zeker niet. Deze nog relatief onbekende veertiger en specialist in energiebeleid moet de partij nieuw elan geven. Van de nieuwe generatie, jong, fel die beter, echt in het hart van de christendemocratie. Hij wil een veel groenere koers varen en daaronder verstaat hij ook kernenergie. Oh, dit is trouwens nog wel even een leuk feitje. Bontebal begon als... nieuw Kamerlid dat tijdelijk de zetel van Pieter Omtzigt invult. Maar is nu dus de captain. Henry, je zegt zelf hand in hand, dus ik dacht ik begin met een sportvraag. Wat gaat er door je heen? Nou, ik heb zoiets laat maar komen. Eerlijk gezegd, ontzettend tof om deze klus te doen. De sfeer zit er goed in. En als dat het geval is, dan weet ik zeker dat we de komende weken echt een hele toffe campagne gaan neerzetten. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Tot slot, de matrix. De coalitie met VVD, D66 en ChristenUnie is duidelijk zichtbaar. Tussen links en rechts zijn de verschillen erg klein, dus je zou het CDA echt kunnen zien als een middenpartij. En door. Dan de ChristenUnie. Wat nieuw? De lijsttrekker. De oude, Gert-Jan Segers, die is duidelijk. Vanochtend heb ik de leden van de ChristenUnie bekendgemaakt dat ik ga stoppen. Het is mooi geweest, het was de moeite waard. Het was ook echt de moeite waard en voor mij houdt het hier op. Met veel dankbaarheid kijk ik terug en dat was het. En de nieuwe is Mirjam Bikker. Is het een droom die uitkomt? Kan ik dat zo zeggen? Nee. Nee? Oké, eerlijk. Ik heb dit. Een fantastische collega waar ik heel veel vertrouwen in heb. En die gaat de kar trekken. Er is een beroep op me gedaan en ik heb moeten wennen aan dat idee. Zo meer over haar. Eerst de basis. De Bijbel is de leidraad voor de partij. Het geloof staat centraal. Elke fractievergadering wordt dan ook begonnen met een gebed. De overheid staat in zijn dienst, met de hoofdletter Z. Daarom geloven we bij de ChristenUnie. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en de plek om essentiële waarden over te dragen aan je kinderen. Over medisch-ethische kwesties, zoals abortus of euthanasie, is de partij duidelijk. God beslist over leven en dood, niet de mens. En voorzitter, de wet afbreking zwangerschappen draait niet alleen om de keuzevrijheid van de vrouw, maar ook om de bescherming van het ongeboren leven. Want elk leven heeft intrinsieke waarde. Verder wil de partij een groene economie, vinden ze vrijheid van onderwijs heel belangrijk en willen ze de verschillen tussen arm en rijk verkleinen. De ChristenUnie heeft op dit moment 5 zetels in de Tweede Kamer. En dat lukt ze nu al 4 verkiezingen op rij. In de peilingen zitten ze daar opnieuw in de buurt. Dan een dingetje. Het gaat over Stineke van der Graaf, die bij de vorige verkiezingen... ja, als hoogste nieuwkomer op de lijst terechtkwam, toen op plaats 6. Net geen zetel dus.
Uiteindelijk toch wel, doordat Carola Schouten minister werd en zij kon doorschuiven. Mijn plek. Ik heb heel erg veel zin om aan de slag te gaan als Kamerlid van de ChristenUnie. Maar Kamerlid of niet, het partijbestuur zet haar nu op een onverkiesbare plek. Nummertje 9. Zorgt voor veel kritiek binnen de partij, maar tevergeefs. Ja, oké. Okay, ja. Nou ja, als dat het is voor deze rubriek... Dat is de vraag die ik mijzelf stel. Voor de echte juice moet je misschien bij andere partijen zijn. Het verkiezingsprogramma heet Nieuwe Verbondenheid. Verbonden met mensen om je heen, met God de Schepper en met zijn schepping de natuur. De partij wil een duurzamere economie met onder meer een hogere vliegtaks. Het belastingstelsel moet op de schop, zonder toeslagen. Belasting op inkomen uit arbeid moet omlaag en op vermogen omhoog. Verder wil de partij een suikertax, betaald mantelzorgverlof, een hoger minimumloon en is de partij tegen het beperken van gezinshereniging voor vluchtelingen. Ja, dat is redelijk liefdeloos. De lijsttrekker is dus de 41-jarige jurist Mirjam Bikker. Om samen te bouwen aan een hoopvolle toekomst. Ik wil een land met ruimte voor elkaar. Wil jij dat ook? Stem dan op 15 maart ChristenUnie. Niet helemaal een nieuw gezicht. Ze zat al in de Tweede Kamer. Is het niet zaak dat we onze Rijnlandse economie veel beter beschermen tegen sprinkhaankapitalisme, of hoe je het ook wil noemen? En was daarvoor ook al fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Nou, het is wel zo dat ik politiek gezien natuurlijk al lang actief ben en dat dat aan mijn hart ligt. Geen groentje dus. Bid mee. Op naar 22 november. Dank jullie wel. Dan de Matrix. De ChristenUnie zit in een kabinet met D66, VVD en CDA. En dat zie je. Verder valt op dat de partij niet echt in een links of rechts hokje valt te stoppen. Al leunt de partij wel iets verder naar links. Next. D66 staat voor Democraten 66. Het jaar van de oprichting van de partij. What's new? Nou, dat de partij na het recordaantal zetels bij de vorige verkiezingen nu naar alle waarschijnlijkheid een stap terug moet doen, gezien de peilingen. Wat betreft idealen en standpunten, weinig nieuws. Behalve hun standpunt over kernenergie. Toch nog even terug naar 2017. Ik heb het D66 verkiezingsprogramma erbij gepakt. Kernenergie speelt geen rol in onze energievoorziening. D66 wil geen nieuwe kerncentrale in Nederland en de kerncentrale in Borselen moet dicht. Daarin is de partij nu gedraaid. Verder heeft D66 een paar opvallende nieuwe namen op de lijst. Zoals docenten en Amsterdams gemeenteraadslid Ilana Roderkerk. En nu wil ik de Kamer in. Of wat dacht je van Paul van Dorst, oprichter van de Roze Kameraden. De LHBTIQ+ supportersvereniging van Feyenoord. Tot zover wat nieuw is. Terug naar de basis. D66 profileert zich als sociaal-liberale partij. En dat kun je zo samenvatten. Je moet de vrijheid krijgen om je leven zo in te richten zoals je wil, liberaal. Maar dan wel onder goede voorwaarden. Dus een goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Sociaal. En wat ook heel belangrijk is, burgers moeten meer directe invloed in de politiek krijgen. Vinden ze al heel lang. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel, voor vernieuwing en verjonging. Denk aan een gekozen burgemeester of premier. En D66 is progressief. En dan vooral bij medisch-ethische kwesties. Zo stond de partij aan de wieg van het homohuwelijk en de euthanasiewetgeving. En tot slot is de partij zeer pro-Europese Unie. Laten we er samen voor zorgen dat Europa first, nou ja, dat wij als Europa sterk genoeg zijn om ook Amerika, China en Rusland aan te kunnen. Bij de vorige verkiezingen haalde D66 24 zetels, een evenaring van hun record. Maar in de peilingen staan ze er niet al te best voor. Het lijkt er daarmee op dat D66 een hogere prijs betaalt voor kabinetsdeelname dan nummer 1 VVD. Het verkiezingsprogramma heet Nieuwe Energie voor Nederland. En dat slaat voor het eerst dus ook op kernenergie. D66 wil in 2040 echt klimaatneutraal zijn en wil naar een volledig circulaire economie. Dat betekent dus ook volledig uitstootvrij. En dus worden fossiele subsidies afgeschaft. Het kabinet maakt daarom nu bepalende keuzes voor de komende decennia. Ook zijn er volgens de partij radicale keuzes nodig op het gebied van voedsel en landbouw. Om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren.
Ook wil de partij het OV stimuleren en flink investeren in het onderwijs. Het minimumloon moet omhoog en de kinderopvang gratis. Dan een dingetje. Columniste Yesim Chandan trok zich terug als kandidaat, omdat ze 2 jaar geleden D66 en partijleider Kaag in een column nog van alles verweet. Ze noemde D66 onder meer een elitaire partij en ze verweet Kaag een gebrek aan nieuw leiderschap. Wat Kaag betreft, die nam deze zomer met een zeer bittere nasmaak afscheid van de politiek. Ze kreeg te maken met een stroom aan haatberichten en doodsbedreigingen. Alles bij elkaar, laat ze weten, werd het te veel. De bedreigingen, van de beledigingen, van de aantijgingen. Als je dat bekijkt, en zeker de afgelopen jaren, dan heeft niemand het zo zwaar voor de kiezer gehad als Sigrid Kaag, die echt persoonlijk keihard is aangevallen. In Den Haag werd daar met afschuw op gereageerd. Ik vind het echt bizar dat je als politicus iemand met een fakkel aan je voordeur krijgt. Wat ver, ver, ver over de grens is. Ik hoop wel dat het mensen en vooral vrouwen en meisjes niet weerhoudt om ook de politiek in te gaan, de nek uit te steken. En je moet het met elkaar doen. Haar opvolger is de 36-jarige Rob Jetten. Hij was in 2018 al eventjes partijleider. Toen de jongste ooit van D66. Misschien nog een beetje onwennig. Ik ben Rob. Zijn wat stijve stijl levert hem nu al de bijnaam Robot Jetten op. Ondanks een stroef begin schopte Jetten de afgelopen jaren van klimaatdrammer tot klimaatminister. We gaan de komende jaren van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem. Maar gaat nu dus als lijsttrekker de verkiezingen in. De Matrix. D66 heeft iets meer op met links, zo tussen de 60% en 70%, dan met de rechtse partijen. Ook hier zie je duidelijk dat ze in een regering zitten met VVD, CDA en ChristenUnie. Verder stemmen ze vooral vaak hetzelfde als Volt en GroenLinks-PVDA. Op naar de volgende. Beweging DENK, naar het Turkse woord voor gelijkheid. What's new? Nou, DENK heeft een nieuwe fractieleider / lijsttrekker. Mijn naam is Stefan van Baarle. Zo meer over hem. Eerst even de basis van DENK. Streven naar verdraagzaamheid. De roots van de partij liggen in de sociaal-democratische PvdA. En ze geloven in een sociale samenleving met oog voor elkaar. Ze doelen op een betere positie voor minderheden. En DENK daarbij bijvoorbeeld aan de strijd tegen institutioneel racisme en discriminatie. Het zit overal. Kijk, het wordt gelegitimeerd door de politiek, maar het zit ook in de ambtenarij. Het liefst schaffen ze het woord integratie af en hebben ze het over acceptatie. DENK heeft op dit moment 3 zetels in de Kamer. Volgens de peilingen kunnen ze daar weer op rekenen. Dan een dingetje. Of een hoop dingetjes. Het wordt steeds gekker met de ruzie binnen DENK. Eerst vochten ze elkaar nog wel eens de tent uit. Binnen DENK is al maanden een machtsstrijd aan de gang, met name tussen de oprichters. Maar nu is het bijzonder rustig binnen de partij. Dat vind ik nou geweldig nieuws, Stefan, dat jij bereid bent om dat op je te nemen. En ik moet je ook heel erg eerlijk zeggen dat ik ontzettend veel zin in heb. Daarbuiten gaan ze er vaak met gestrekt been in. Een grote schande. Wat dat betreft, de lijsttrekker. Stefan van Baarle dus. Hij is pas 32 jaar. Hij gaat door. Ik ben aan het woord. Dat ik mijn mond hou. Ik ben aan het woord. Bepaalt niet wanneer ik mijn mond hou. Nee, meneer Azarkan. Waar zijn voorganger Azarkan was gebleven. Ziek! Vooral tegen de PVV. Als je tot de pseudo-fascistische secte van de PVV behoort. Maar ook tegen de VVD. Dilan Yeşilgöz, een machtspolitica die bereid is om 1,5 miljoen moslims voor de bus te gooien voor de macht. Ik vind het nu een beetje te ver gaan. Ook met Van Baarle zal DENK de randjes opzoeken. Het verkiezingsprogramma dan. Dat is het nog niet. Wanneer wel dan? Geen idee. Wacht even, mijn future self bellen van eind oktober. Hey, zo van half oktober. Ja, het programma van DENK is er inmiddels. Het heet Nu is het moment. Het thema racismebestrijding. Aandacht voor minderheden is belangrijk. Vooral moslimhaat willen ze keihard bestraffen. Ze zoeken ook hier de grenzen op, met bijvoorbeeld een afbeelding van Wilders achter tralies. Ook wil de partij een wettelijk verbod op het verscheuren van de Koran. Veel aandacht is er voor diversiteit. Cultureel dan. De partij verzet zich namelijk wel tegen LHBTIQ+ activisme. Economisch is de partij links. Dat was het voor nu. Doei doei! Oké,
Later. Snap je? Later. Bruh. Dan de Matrix. DENK zit duidelijk aan de linkerkant en heeft het meest gemeen met GroenLinks PvdA. Ze zijn het in meer dan driekwart van alle stemmingen ook eens met BBB en Omtzigt. Met andere rechtse partijen en het huidige kabinet hebben ze het minst op. Door naar de volgende. Forum voor Democratie. Kan die microfoon aan, jongens? Ja? Forum voor Democratie, FVD. Wat is nieuw? Forum gaat meer dan ooit campagne voeren op social media. De belangen die daar spelen. Op zich geen nieuwe manier van campagne voeren, maar de mate waarin wel. Cheers! Ook nieuw, ze zetten daarvoor hun eigen leden in. Wie FVD-berichten deelt, krijgt een klein deeltje van de campagnedonaties. Dan de basis. Forum begon als eurosceptische denktank en werd een nationalistische politieke partij. Voor Nederland, tegen de multiculturele samenleving. En ook tegen klimaatbeleid, tegen gendergelijkheid, tegen feminisme. Ook begonnen ze tegen de islam, maar... Ik heb heel veel prachtige elementen in de islam leren kennen. Forum heeft op dit moment 5 zetels in de Kamer. Volgens de peilingen is dat nu ook het maximale. Ze begonnen met 8, maar hij stapte op. Dat was vanwege deze 5 mei-poster die een verband legt tussen het coronabeleid en de Duitse bezetting. En zo zijn er nog wel meer dingetjes. Ophef weer, kijk nou naar jezelf. Heel bewust ook, want de partij zegt ophef te willen. Volgens Baudet is het zelfs de essentie van de partij. En dus gaat het van rel... Nu, tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. I'm a fan of Vladimir Putin. Corona was voor mij wat de Tweede Wereldoorlog was voor de Joden. Naar schandaal. Het Openbaar Ministerie gaat Gideon van Meijeren vervolgen wegens opruiing. Een heksenjacht. Verdachte connecties tussen Baudet en het Kremlin. Het is de schuld van het Westen. En dan heb je ook nog de maanlanding, reptielen, 9/11. I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. Daar zou je een video van 20 minuut 22 van kunnen maken. En laat Nieuwsuur dat nou net hebben gedaan. Check hier. In hun programma Hoop, Optimisme en Herstel een paar bekende forumpunten. Een nexit, dus Nederland uit de EU, maar ook uit de euro en bindende referenda. En nieuw is dus dat Baudet zich nu ook op jonge moslims richt. Ik hoop dat hij ook echt veranderd is. Ja, dat geloof je wel. Ik hoop het. Verder wil de partij een verbod op wat zij noemen transgenderpropaganda. De automobilist krijgt alle ruimte en klimaatbeleid is onzin. Kolencentrales en gaskraan moeten weer open. Nou, de lijsttrekker ken je. Dat is natuurlijk Thierry Baudet. Inmiddels 40 jaar. De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Nou, dan... De Matrix. FVD zit diep aan de rechterkant van het spectrum. Van de linkerkant en ook van de regering wil de FVD weinig weten deze kabinetsperiode. Verder valt op dat de partij, alles bij elkaar opgeteld, het meest afwijkt van iedereen in hun stemgedrag. Emiel, wie krijgen we nou? GL/PvdA, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. What's new? Nou ja, dat dus. 2 partijen, 1 lijst. De leden van de partijen stemden in grote meerderheid voor die samenwerking. Yes! En dat betekent dat GroenLinks en Partij van de Arbeid samen de Tweede Kamerverkiezingen ingaan. Wij zijn erbij. En mogelijk volgt zelfs een echte fusie. Dat is niet uniek in de parlementaire geschiedenis. GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn zelf al het resultaat van fusies. Maar in tijden van politieke versplintering is deze combi toch opvallend. Met dus 1 programma en ook 1 lijsttrekker. De ambities zijn groot. Zo meer over hem. Eerst de basis. Die zit in de namen. Groen en arbeid. Groen betekent vooral zuinig zijn op natuurlijke hulpbronnen. Onze ecologische voetafdruk moet kleiner. En toverwoord daarbij is duurzaamheid. Dat vertaalt zich vooral nu naar klimaataanpak. En arbeid, dat betekende ooit heel letterlijk het recht van de arbeider. Maar zou je in deze tijden beter kunnen vangen onder de noemer sociaal. Dat we schouder aan schouder werken met mensen die het niet zo goed hebben. Veel focus dus op bestaanszekerheid. En dat betekent voor GroenLinks en Partij van de Arbeid vooral vechten tegen inkomensongelijkheid, armoede en discriminatie.
PvdA en GroenLinks tellen samen 17 zetels. Daarmee zouden ze de derde partij zijn. Volgens de peilingen zouden ze wel eens de of één van de grootste kunnen worden. De lijsttrekker, Frans Timmermans dus. Deze Limburger is een oude bekende in Den Haag. Hij was al eens Kamerlid, staatssecretaris en minister van Buitenlandse Zaken. Sinds 2014 is hij eurocommissaris in Brussel. Deze initiatief heeft een importanza politica molto grande. Met nationale mogelijkheden te doen, dat heeft met investeringen te doen. Ik insiste, le président et moi, on peut aussi parler le patois de notre région. Multilingualisme is something I hold very dear. Zijn cv, hij was de drijvende kracht achter de Europese Grondwet, de Europese Green Deal en de Europese Natuurherstelwet. Een groen gezicht dus, uit de rode hoek. Hij schopte het tot vicevoorzitter van de Europese Commissie. Net geen voorzitter. Honorable members. Zij wel. 4 years ago. Maar hij wil nu wel naar het torentje. Ik heb maar ambitie voor één plek. De tweede plek heb ik nu al 5 jaar gehad. Ik wil nu de eerste plek. Bij de Europese verkiezingen werd met hem als spitsenkandidaat de PvdA onverwacht de grootste partij. Meneer Timmermans, moet ik u feliciteren? Dank u wel. Dat is heel aardig van u. Het is natuurlijk spectaculair. Ongelooflijk, deze uitslag voor een Partij van de Arbeid die nog bezig was de wonden te likken. Het Timmermans-effect. En daar hopen ze nu ook weer op. Een dingetje dan. Het is wel eens anders geweest, maar bij beide partijen heerst rust. Met de neuzen dezelfde kant op. Dus we blijven even bij Timmermans. Want waar hij komt, gebeurt iets. Hij is zeer uitgesproken in zijn standpunten. Hij wordt bewonderd door zijn achterban, maar verguisd door tegenstanders. Ja, deze man gaat jouw leven tot een hel maken. Die moet weg. Waar naartoe? Naar zijn huis. Dat het iemand is die heel veel weerstand oproept, met name bij zijn tegenstanders en vooral zijn tegenstanders op rechts. Deze man is gewoon een beetje de weg kwijt. Omdat hij juist staat voor het politieke establishment. En iemand is die natuurlijk heel vergaande klimaatplannen heeft, wat ook recht ingaat tegenover wat veel van deze partijen vinden. Timmermans wordt nog wel eens ijdelheid verweten. En, quote NRC, zijn ego kan hem nog wel eens in de weg zitten. Is vaak natuurlijk het beste jongetje van de klas. Ik geloof niet dat hij daar nou de hele dag naar streeft. Maar hij wil wel graag gelijk hebben. Iets langer geleden kreeg hij flinke kritiek te verwerken op sommige uitspraken over MH17. U weet dat er iemand gevonden is met een zuurstofkapje op zijn mond. Die heeft dus de tijd gehad om dat te doen. Goedemiddag. Ik had dat niet moeten zeggen. Het verkiezingsprogramma heet Samen voor een hoopvolle toekomst. GroenLinks-PvdA wil een einde aan nuluren en oproepcontracten en een hoger minimumloon. Lagere belastingen voor de lage en middeninkomens en hogere belastingen voor miljonairs en techbedrijven. Het is een veel groter probleem met ons belastingstelsel. Jij betaalt meer belasting dan Shell. Belangrijk punt, investeren in klimaatmaatregelen, maar niet in kernenergie. Verder het OV stimuleren en uit die auto. En tot slot wil de partij af van marktwerking in de kinderopvang en de ouderenzorg. Dan de Matrix. Hier nog te zien als twee verschillende partijen, maar die samenwerking is goed te zien. Een match van 98%. Verder stemt Volt het vaakst hetzelfde en niet heel verrassend zie je ook hoge percentages bij die andere linkse partijen. En dan is het tijd voor... Ja 21 staat voor Juiste Antwoord of voor Joost en Annabel, de oprichters, en het oprichtingsjaar. What's new? Dat een van de naamgevers van de partij voor het eerst ook verkiesbaar is voor de Tweede Kamer. Annabel Nanninga is fractievoorzitter voor Jaar 21 in de Eerste Kamer, zit voor die partij in de Amsterdamse gemeenteraad en wil nu ook de Tweede Kamer in voor de partij die zij mede oprichtte. Mevrouw Nanninga, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Ze staat op plek 2 van Jaar 21, achter die andere oprichter. Onze kersverse lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen, Joost Eerdmans. Die komt zo. De basis voor Jaar 21 ligt bij Forum voor Democratie. Daar komen Joost en Annabel allebei vandaan. Maar ze willen een, in hun woorden, fatsoenlijk rechtsalternatief. Als reactie op Forum. Ze typeren zichzelf als conservatief-liberaal, rechts van het midden. En ze willen een kleine overheid. De overheid moet zich richten op die kerntaken. En niet het leven van burgers tot in de kleinste details willen bepalen en regisseren. Ze zijn kritisch op de huidige Haagse bestuurscultuur. En Europese samenwerking moet alleen economisch zijn. Ja 21 heeft nu 1 zetel in de Tweede Kamer.
Dat kunnen er volgens de peilingen best wel eens 3 worden. Daar begonnen ze de vorige keer trouwens ook mee. Maar zij en hij vertrokken naar BBB. Brengt ons bij een dingetje. Want die twee hadden zorgen over het gebrek aan democratie binnen de partij. En heel recent is er intern veel kritiek dat Nanninga nu verkiesbaar is. Ze zou politieke baantjes verzamelen via dubbelfuncties. En je kan niet de Haagse bestuurscultuur bekritiseren en er tegelijkertijd aan meedoen, vinden 6 prominente JA 21-leden, onder wie 2 Europarlementariërs, die nu zijn opgestapt. In het verkiezingsprogramma is immigratie het hoofdthema. JA 21 pleit voor vluchtelingenopvang buiten de EU en een tijdelijke asielstop. De partij wil zowel de landbouw, de industrie als de bouw van het stikstofslot halen. En ze willen inzetten op nieuwe kerncentrales. De lijsttrekker is opnieuw Joost Eertmans. Hij zat eerder al bij Leefbaar Nederland, lijst Pim Fortuyn en Forum. En nu dus bij de partij met zijn eigen naam erin. Ik geloof in onze missie en ik dank u voor uw steun. Is die weer, de Matrix. JA 21 is overduidelijk rechts en heeft de grootste match met de PVV. Ze hebben veel minder gemeen met links. Maar met alle partijen zijn ze het op zijn minst in de helft van de gevallen eens. Next! NSC. Nieuw sociaal contract. What's new? Nou, de hele partij. NSC is de new kid on the block. En u spreekt met Pieter Omtzigt. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw sociaal contract. Is het de partij waarop u gaat stemmen? Ja, ik denk het wel. Misschien. Ik hoop dat hij de politiek weer gaat vernieuwen. Het blijft natuurlijk een beetje een risico met een nieuwe partij. De vraag is natuurlijk of hij in zo'n korte tijd echt zoveel goede mensen bij elkaar kan rapen. Daarom wil Omtzigt nog niet te groot worden, zegt hij. Toch staan er 44 namen op zijn kandidatenlijst. 44 topkandidaten. Nu moet u het ook een beetje uit handen geven. Ja. Vindt u dat moeilijk? Ja, een klein beetje wel. Een paar opvallende nieuwe gezichten. Zoals de bekende NRC-columniste Rosanne Herzberger of de Vries Aan-Jelle Soeboer. Kunt u zichzelf in 3 woorden omschrijven? Aan-Jelle Soeboer. Verder vooral veel oud-CDA'ers hoog op de lijst. En dat brengt ons bij de basis. Want daarin wijkt Nieuw Sociaal Contract helemaal niet zo heel veel af van het CDA, waar Christendemocraat Omtzigt immers vandaan komt. Dus check ook vooral even dat gedeelte van de video. Daarbovenop wil hij ook heel graag de basis leggen voor een nieuw bestuur. We hebben gezegd dat we Nederland willen veranderen. Want er is niets terechtgekomen van die belofte van een nieuwe bestuurscultuur. Of in een paar trefwoorden: meer toezicht, meer transparantie en het vertrouwen terugwinnen in de politiek. Niet al dat achterkamertjes politiek. Op dit moment heeft Omtzigt 1 zetel in de Tweede Kamer. Volgens de peilingen kan Omtzigt wel eens heel veel zetels winnen. Misschien zelfs de grootste worden. De lijsttrekker, dat is Pieter Omtzigt zelf. Bij het CDA greep hij in 2020 nog net naast het lijsttrekkerschap. Hugo de Jonge! En daarna koos de partijtop voor Hoekstra. Ik kan wel zeggen dat er heel erg veel gesprekken zijn geweest. Omtzigt zegt nu dat hem het lijsttrekkerschap was beloofd als Hugo de Jonge ermee zou stoppen. Dat deed pijn, maar Omtzigt had al wel naam gemaakt. Populair is hij onverminderd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde hij 342.000 voorkeursstemmen, gelijk aan 5 zetels in de Tweede Kamer. Vooral door het boven water krijgen van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst discrimineerde bij de fraudeaanpak en tienduizenden onschuldige mensen raakten gedupeerd. Hij kreeg veel waardering voor zijn rol in de affaire. Ik ben witheet. Het ministerie wist het al 8 maanden. En al die 8 maanden zitten die ouders in de ellende, worden het huis uitgezet. En ze weten het, wordt niet aan de commissies meegedeeld. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? 2 hoofdrolspelers, een slachtoffer en een jurist, staan ook op zijn kandidatenlijst. En weet je nog die functie elders? Vastgelegd door een oplettende fotograaf. Dat ging over hem. Hij was te lastig. Een luis in de pels. En dus zagen ze hem bij de formatie liever in een functie elders. De situatie bij het CDA werd zo onwerkbaar voor hem. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stapt uit de partij. Dus die functie elders? Ik kan wel wat anders gaan doen. Die heeft hij. Niet als CDA-lijsttrekker,
wel van zijn eigen nieuwe partij. Een dingetje. Zoals het een nieuwe partij betaamt, gedoetjes rondom personen. Na één dag trad de woordvoerder al terug vanwege een oude foute tweet waarin hij BBB vergeleek met een gezwel. Dat waren twee prachtige uren voor de beste man. Ja. En de kersverse nieuwe voorzitter stapte op na een klacht over een arbeidsgeschil. Omtzigt hoopt dat het daarbij blijft. Ja. Een verkiezingsprogramma? Nou, dat heeft NSC nog niet. Dus ja, wacht even. Hey, daar ben ik weer. Weet je al meer daar in eind oktober? Hey, ja, dat lang verwachte programma, dat is er inmiddels. Het heet Tijd voor Herstel. En zoals verwacht ligt de focus vol op nieuw bestuur en daarmee het herstel van vertrouwen in de politiek. Ook wil Omtzigt een grondwettelijk hof. Zodat je aan de grondwet kunt toetsen of je rechten worden geschonden. NSC wil geen gratis kinderopvang en geen nieuwe megastallen. Wel twee nieuwe kerncentrales en een minister voor migratiebeleid. Verder wil hij onder meer een regionaal kiesstelsel en een wet op het Rijkstoezicht voor het beter beschermen van klokkenluiders. En, oh ja, bestaanszekerheid natuurlijk. Onder meer door het bestrijden van voedselarmoede. Oh ja, weet je trouwens al wie de premierskandidaat wordt voor NSC? Nee, hij heeft daar echt geen enkele haast mee, zegt hij. Joe, ja. Bedankt, weer. Ja. Dan de matrix. Wat meteen opvalt, bij Omtzigt zie je over het hele spectrum de minste verschillen. Niemand op wie hij echt heel veel lijkt en ook niemand van wie hij duidelijk superveel afwijkt. Uit onderzoek blijkt ook dat Omtzigt zowel linkse als rechtse kiezers aantrekt. Volgende partij. De PVDD, de Partij voor de Dieren. Wat is miauw? Miauw. Nou, de partij had als enige een tijdje geen lijsttrekker. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt, maar voor nu treed ik tijdelijk terug in het belang van onze partij. Dingetje. Komt zo. Eerste basis. Nou, zit hem in de naam. Een partij voor dieren. Was in 2006 echt een wereldprimeur toen ze het parlement inkwamen. Ze zijn fel tegen plezierjacht, de bio-industrie en dierentuinen in hun huidige vorm. Maar het opkomen voor dieren staat ook symbool voor het beschermen van de zwaksten. En dat gaat ook over mensen. Want kwetsbare mensen, voorzitter, zijn nooit het probleem. De partij zegt planeetbreed te denken. Als de mens de dieren met rust had gelaten, hadden we nu geen coronacrisis gehad. Tijd voor plan B. De partij heeft op dit moment 6 zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen leken ze daar lange tijd dik overheen te gaan. Maar sinds dit voorjaar gaat het even iets minder. Nou, dan dat dingetje. Of nou ja, toch wel ding. Deze zomer hadden ze een beetje ruzie. De Partij voor de Dieren zet lijsttrekker Esther Ouwehand aan de kant. Ja, crisis bij die partij. Er zijn meldingen over, zoals de partijvoorzitter het noemt, integriteitsschendingen. Maar Ouwehand zei niet te weten waar het over ging en sloeg terug. Ja, Albert, zien we hier een machtsstrijd? Oh, absoluut. Dit gaat om de vraag wie is de baas binnen die partij? Het oude partijbestuur is inmiddels weg. Ik ben opgelucht en heel erg dankbaar voor al die actieve leden die zijn opgekomen voor die prachtige partij die we zijn, hè? Gezonde democratische partij. En Ouwehand kwam terug, maar... Jullie zitten met een lijsttrekker tegen wie integriteitsmeldingen zijn gedaan. Dat is niet goed voor een partij. En nu laat extern onderzoek Ouwehands onschuld zien en is ze dus ook weer terug als lijsttrekker. Er is geen tijd te verliezen. Vreedzaam, onbevreesd, vrolijk, activistisch verzet tegen een systeem dat ze langste tijd gehad heeft. Eis een toekomst. Het verkiezingsprogramma heet Een Wereld te Herwinnen. Ze doen bewust radicale voorstellen omdat ze vinden dat het niet goed gaat met de wereld. Zo moet de veestapel met 3/4 krimpen, moet er een totaalverbod komen op schadelijke PFAS-stoffen en vervuilende bedrijven zoals Tata Steel en Gemoers, die mogen geen vergunning meer hebben. Vandaag voeren ze actie bij Tata Steel. Verder wil de partij een minister voor klimaat en biodiversiteit en moet de premier elke maand een klimaatpersconferentie houden. We doen niet genoeg om klimaatverandering tegen te gaan. De lijsttrekker is dus wel, niet, Esther Ouwehand.
veganist, een echte OG in de Kamer en ze kan zo nu en dan best fel uit de hoek komen. Zoals tegen de VVD na de val van het laatste kabinet. Voorzitter, die toekomst die is gediend bij juist het beschermen van alle kwetsbare belangen en ze niet gebruiken zoals de VVD weer heel lelijk heeft gedaan in plat, cynisch, politiek opportunisme om de volgende verkiezingen te winnen. Dank u wel. De Matrix. De Partij voor de Dieren stemt bijna altijd hetzelfde als andere linkse partijen. Vooral SP en GroenLinks-PVDA. En wie ook niet helemaal zoveel afwijkt in stemgedrag? BBB. Maar wacht even. Dat is toch gek? Heb je het over dé breekpunten van beide partijen, landbouw en veeteelt, dan staan ze juist lijnrecht tegenover elkaar. En ja, daar schiet deze matrix een beetje in tekort. Maar daar komen we op terug, dus blijf vooral even kijken. Eerst de volgende partij. De Partij voor de Vrijheid, de PVV. What's new? Nou, dit. We willen met andere partijen praten. Wilders is aan een heus charme-offensief begonnen. En dat is nieuw. Want hij staat toch vooral bekend om zijn confrontaties. En voorzitter, dan zijn we hier bezig met een totale poppenkast. Totale poppenkast. Nu zegt hij zowaar dat hij mee wil regeren. Dus ja, ik wil heel graag dat die miljoen kiezers van ons, dat die wat te vertellen krijgen. En dat we dat programma voor een groot deel gaan uitvoeren. En dat is waar ik voor knok. Vindt niet iedereen geloofwaardig. En nu ineens niet, waar was hij de vriendelijkheid zelf? Ik geef hem nul kans om mee te doen. Maar bijvoorbeeld de VVD en BBB staan open voor gesprekken. De nieuwe VVD-leider Dylan Jesselgus heeft de deur weer op een kier gezet. Wat ik nu doe is ook vooral vooruitkijken. Wilders hoopt ook vooral op omzicht. Maar die zegt alleen met partijen te willen samenwerken die de rechtsstaat heel laten. Zijn standpunten raken aan de rechtsstaat en daar heb ik grote moeite mee. Dus of dit charme-offensief gaat werken? Het is in ieder geval een nieuw PVV-geluid. Maar in de basis blijft hij hetzelfde. We vinden nog steeds wat we vinden. De inhoud staat eigenlijk nog steeds overeind. Je zou daar het etiket populistisch op kunnen plakken. Speerpunt van begin af aan, het anti-islam standpunt van de partij. Wilders noemt de islam een totalitaire ideologie en pleit voor een Koranverbod. We zorgen dat het niet verkocht mag worden, dat het een beginsel alleen voor academische doeleinden gebruikt mag worden. Desnoods wil hij daarvoor artikel 1 van de grondwet aanpassen, waarin verankerd zou moeten worden dat de joods-christelijk-humanistische cultuur in Nederland dominant is. Verder heeft de partij niets op met de multiculturele samenleving en ook niet met de Europese Unie. Wat Wilders betreft gaat Nederland uit de euro. De PVV heeft op dit moment 16 zetels in de Tweede Kamer en is daarmee de derde partij van Nederland. En ook in de peilingen staat de partij er niet slecht voor. Sinds de oprichting in 2006 is de PVV met aardig wat zetels altijd een vaste klant geweest in de Tweede Kamer. Maar een dingetje. De PVV heeft dus nog nooit in een regering gezeten. Eén keer hielpen ze een minderheidskabinet van CDA en VVD aan een meerderheid in een zogeheten gedoogconstructie. Maar dat liep niet goed af. Volgens Rutte was op zijn minste voorwaarde dat je niet wegloopt als het moeilijk wordt. En op dat punt heeft de PVV de test niet doorstaan in 2012. Verdere dingetjes? Meer dan genoeg. Wilders gaat daar heel lekker op. Hij gaat nooit een confrontatie uit de weg. Voorzitter, ik heb mijn handen al vol om het te verweren tegen die tirannen in Vaca. Meneer Wilders. U moet zich kapot schamen. Voorzitter. En strooit ook met gevatte one-liners. Zoek een leuke vriendin. Koop een hond. Ga golven. De heer Wilders. Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Het is dus regelmatig lachen met Wilders. Maar hij ruziet ook wat af. Mevrouw de voorzitter, waar haalt de minister-president het gore lef vandaan? Tot een veroordeling voor groepsbelediging. Meer of minder Marokkanen. En aanzetten tot discriminatie aan toe. Deze eenzijdige uitspraak van de Hoge Raad. En dat betreur ik zeer, maar ik zal me er niks van aantrekken. Dan het verkiezingsprogramma. Ooit deed hij het af met één A4'tje, maar nu een 46 pagina's tellend document. Met de titel Nederlanders weer op één. Een aantal van die stevige anti-islam standpunten heeft hij dus afgezwakt. De minister voor remigratie en de-islamisering bijvoorbeeld is geschrapt. Als u het programma ziet, ziet u dat er qua toon misschien hier en daar wat scherpe kantjes zijn afgehaald. De focus ligt nu meer op een algehele asielstop en hij wil Syrische vluchtelingen het land uit. Wat hem betreft gaan er ook geen miljarden meer naar klimaat- of stikstofbeleid. Hij wil dat geld liever besteden aan de koopkracht van mensen. En ik zei het net al even, Wilders wil uit de euro. De lijsttrekker, geen verrassing hier,
Dat is Geert Wilders. Alweer voor de 6e Tweede Kamerverkiezingen op rij. Geen introductie meer nodig dus. Maar wel bijzonder om te benoemen, Wilders is sinds deze zomer, na het vertrek van SGP-leider Kees van der Staaij, het langst zittende Kamerlid. En Kees, je bent de komende maanden gelukkig nog actief hier, zodat ik niet meteen het nestelschap van je hoef over te nemen. Alweer 25 jaar. De vraag is of hij nu dus voor het eerst echt gaat regeren. Maar met wie dan? Sowieso over rechts, dat zie je hier duidelijk. Op links worden de kleuren een stuk lichter. En daar ligt hij nog het dichtst bij de SP met 57%. Maar zelfs nog een procentje dichter bij... Denk? Zouden die samen in een regering kunnen, denk je? Uw land is Turkije. Dit is Nederland. Wegwezen, meneer Kuzu. Ja, dat is misschien een beetje een gekke match. We komen dus op het einde nog terug op die matrix. Blijf kijken. Volgende. De staatkundig gereformeerde partij, de SGP. What's new? De lijsttrekker. Dat is best bijzonder, want zo vaak vindt daar geen wissel plaats. De vorige, Kees van der Staaij, was met 25 jaar zelfs het langstzittende Kamerlid. En de nieuwe lijsttrekker is... Christoffer. Zo meer over hem. Eerst de basis. Dat is de Bijbel. Het fundament van de SGP. Gods gereformeerde woord is hun politiek. Meer dan bij welke partij dan ook. Leven vanuit Gods woord. Het huwelijk en het gezin staan centraal en de zondagsrust is heilig. Je ziet het ook terug in medisch-ethische kwesties. Dus tegen euthanasie, abortus, drugs en prostitutie. Homoseksuele praktijken worden niet geoorloofd. En met God bedoelen we hier de christelijke God, want ze willen niet meer islam in Nederland. De SGP heeft nu 3 zetels in de Kamer. Ze zitten al jaren heel steady. Dat zie je ook weer in de peilingen. Een zekerheidje. Met een nieuwe lijsttrekker dus. Chris Stoffer. Werkte bij Rijkswaterstaat, was gemeenteraadslid en ook al 5 jaar Kamerlid voor de SGP. Maar nu het gezicht. Ik wil Nederland graag een beetje beter en mooier maken. Dingetjes, bijzonder weinig bij de SGP. Het is de oudste en enige vooroorlogse partij en heel consequent in hun politiek. Waarbij de inhoud natuurlijk gewoon in lijn is met wat we de afgelopen 100 jaar hebben gedaan. De staatkundig gereformeerde partij viert vandaag dat zij 100 jaar zetelen in deze Tweede Kamer. Buiten de partij is het vrouwenstandpunt wel controversieel. Die hebben geen rol binnen de politiek. Al denkt de jongere afdeling van de partij daar soms anders over. Onze samenleving bestaat voor de helft uit mannen, voor de helft uit vrouwen. En ik denk dat een zekere afspiegeling daarvan, dat eigenlijk niet meer dan logisch is. Fun fact, de SGP heeft van alle partijen de grootste jongere afdeling. Het verkiezingsprogramma heet Woord houden, vol met Bijbelse thema's. De partij wil een ministerie voor jeugd en gezinsbeleid en streeft naar een drugsvrije samenleving. Dus weg met het gedoogbeleid. Die wiet, dat ook gedoogd geteeld kan worden. Ik dacht echt dat ik de speld las toen er stond van dat CDA mee akkoord is gegaan. Verder wil de partij af van toeslagen in het belastingstelsel en meer ruimte voor een eigen Nederlands asielbeleid. Matrix. De SGP stemt vaak hetzelfde als de partijen aan de rechterkant van het spectrum, maar lijkt het meest gemeen te hebben met Omtzigt. Overigens van geen enkele partij, ook op links, wijken ze heel veel af. Op naar de volgende. Sophie. De SP, de Socialistische Partij. What's new? Niet bijzonder veel sinds de vorige keer. Wel heeft de SP sinds vorig jaar met SP Jongeren een nieuwe jongerentak. Ze braken met de vorige jongerenafdeling, Rood. Wij zien onszelf als kritische leden van de SP. Omdat een aantal leden volgens de SP geradicaliseerd was. En wij accepteren ook niet dat een handjevol geradicaliseerde zolderkamercommunisten proberen om onze partij over te nemen. Daarom denk ik dat het heel verstandig is dat we onze partij tegen dit soort types beschermen. Verder nieuw, de concurrentie op links. Door dat nieuwe grote blok. Als je gelijk wilt krijgen, moet je aan de macht. Doen ze zelf liever niet aan mee. Op de eerste plaats omdat we hele verschillende partijen zijn. En op de tweede plaats omdat we ook echt wel andere dingen vinden. Duidelijk. De basis van de SP ligt in het socialisme. We zijn een collectief. En dat is belangrijker dan het individu, vindt de partij.
Het is streven naar gelijke kansen met een sterke overheid die dat waarborgt. En iedereen heeft recht op onderwijs, inkomen en gezondheidszorg. En solidariteit is daarbij belangrijk. In dit land bezit de rijkste 10% bijna 2/3 van ons totale vermogen. De SP noemt zichzelf een partij voor het volk. En ze willen graag af van de in hun ogen doorgeslagen marktwerking. Verder zijn ze zeer kritisch op de Europese Unie. De SP heeft op dit moment 9 zetels in de Tweede Kamer. Maar in de peilingen heeft de partij het nu een beetje moeilijk. Een dingetje. De SP heeft in zijn bestaan nog nooit geregeerd. De kritiek is dus ook vaak de beste stuurlui. Dus ik hoop dat dat gaat lukken met mijn bijdrage. Ja. Ja, en verder is dit nou niet echt een juicy rubriekje voor de SP. En wie is er net nog aankomen waaien? Geen relletje, geen schandaal, niks van het alles. Dat is zeker niet altijd zo geweest, maar er heerst nu rust bij de partij. Wat ze zelf vooral een ding vinden, is bestaanszekerheid. Een onderwerp dat de partij al sinds de oprichting claimt. Maar echt, hebben jullie dat dan niet? Als je al die andere partijen nu hoort over bestaanszekerheid, dat je echt denkt, ja hallo, maar waar waren jullie dan afgelopen jaren? Als ik VVD en Jusielgus in één keer wil praten over bestaanszekerheid. Ja, sorry, maar dat is toch een beetje alsof je Sjaak Zwart... Ik kan je er 4 op noemen, die staan te lachen, joh, dat Feyenoord gewoon hebben. Hand in hand, kameraden, hoort zingen. Dan het verkiezingsprogramma. Titel, nu de mensen. Overkoepelend thema, anti-kapitalisme. De SP pleit voor een radicale democratisering van de economie. Ofwel, Nederland is veel te lang als een bedrijf gerund en dat heeft de verzorgingsstaat doen afbrokkelen. Mede door de marktwerking in de publieke sector. De publieke sector is juist enorm gegroeid. Nou, dat is heel simpel, meneer Baudet. We hebben zorgverzekeraars, die moeten met elkaar concurreren, want dat is het marktdenken. Dat zou dan efficiënt zijn, dus de zorg zou beter worden, het zou transparanter worden. We kennen al die beloftes nog. Er is allemaal geen zak van terechtgekomen. Dus weg met winstuitkeringen in de zorg bijvoorbeeld, of woningen als winstobject. Verder wil de partij de AOW en het minimumloon omhoog en het eigen risico in de zorg omlaag. De lijsttrekker is Lilian Marijnissen, nu voor de 2e keer. Ze zet daarmee het werk van haar vader Jan voort. Het zal een kabinet worden wat die neoliberale politiek gaat voortzetten. Met dezelfde bravoure. Dat is een tijdje geleden inderdaad. Voorzitter. Dan de Matrix. De SP heeft, zoals je ziet, veel gemeen met de andere linkse partijen. En ligt op een hoop thema's kennelijk ook niet heel ver af van Omtzigt en BBB. Ook bijzonder, de SP is het met alle partijen in minstens de helft van de gevallen eens. Volgende. Def. Volt. En dat is eindelijk een keer geen afkorting, gewoon Volt. Volt. What's new? Nou, 2 toch wel heel opvallende punten in het partijprogramma. De Tweede Kamer moet namelijk van 150 naar 250 zetels en de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16. Maar ze zijn sowieso een tikje radicaler geworden in hun standpunten. We moeten radicaal durven te kiezen en dat doen wij vandaag. Zo meer. De basis van Volt ligt in Europa. De partij is door heel Europa actief en dat is ook het niveau waarop we problemen moeten aanpakken, vinden ze. Volt wil eigenlijk een soort Verenigde Staten van Europa. Met een eigen leger, Europees klimaatbeleid en Europese belastingen. En Nederland? Nederland als land kan gewoon blijven bestaan, net als dat de provincies in Nederland bestaan ook nog steeds. Volt heeft op dit moment 2 zetels in de Kamer. Nou, volgens de peilingen worden dat er misschien wel 1 of 2 meer. Ze begonnen trouwens ook op 3 de vorige keer. Hallo. Ja. Maar... een dingetje. Een van die 3 was Niloufer Gündoğan. Zij werd uit de fractie gezet door vermeend grensoverschrijdend gedrag. Het was wel eens... Bestuur van Volt zet het Kamerlid Gündoğan, zoals verwacht, uit de partij. En niet eens. Niloufer Gündoğan doet aangifte van smaad en laster door Volt, fractieleider Dassen en 13 melders van ongewenst gedrag. Zo ver gaat deze schade. Zo ver. Wel terug in de partij? Heeft u ook al contact gehad met Laurens Dassen? Of toch niet? Ik heb nog niks van hem gehoord, nee. Hoe dan ook, het was een flinke rel. Gündoğan keert in ieder geval niet terug in de Kamer. Dank u wel. De lijsttrekker wel. Laurens Dassen. Nou, een late dertiger pas. Maar deze Brabander doet dus al voor de 2e keer mee. En ik ben ontzettend vereerd
dat jullie je steun hebben uitgesproken dat ik dat mag blijven doen. Hij ging de politiek in omdat hij zich zorgen maakt over opkomend nationalisme en populisme. Nou, dit is zeker een bedreiging van onze rechtsstaat en democratie. En met Volt wil hij daar dus tegenin. In hun programma Toekomst Nu zet Volt in op grote systeemveranderingen en een nieuw mensbeeld, gebaseerd op vertrouwen. Europa moet in 2040 klimaatneutraal zijn en dat willen ze doen met Europese snelheidstreinen, kernenergie en een verbod op privéjets en korte afstandsvluchten. In mijn optiek zijn ook nog steeds niet de harde keuzes gemaakt die nodig zijn om het klimaat te veranderen. Er is een hoop geld beschikbaar gesteld, maar ja, daar horen ook keuzes bij. Wat doe je nog wel en wat doe je niet? Ook moet er een vlees- en zuiveltax komen en een verbod op megastallen. En daarnaast moet arbeid minder belast worden en vermogen juist meer. Dan de Matrix. Nou, Volt heeft duidelijk meer op met linkse dan met rechtse partijen. Zelfs 92% overeenkomst met GroenLinks-PVDA. Nou, niet zoveel met D66 lijkt het, maar dat komt vooral omdat die partij in het kabinet zat. En tot slot... de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD. Nog één keer, what's new? Nou... dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Ja, voor het eerst in 17 jaar zal de VVD het moeten doen zonder deze man. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. 13 jaar lang was hij minister-president. Also. Een record. Bovendien was hij de allereerste VVD-premier ooit. Dank u wel. Check vooral ook even onze uitgebreide video over 13 jaar Rutte. Zijn opvolger? Mevrouw Jezielwis. Zo meer over haar. De basis. De VVD is een liberale partij. Vrijheid staat centraal. En dan bedoelen ze vooral de vrijheid van het individu. Maar het slaat ook op de vrije markt. De overheid moet zich daar vooral niet te veel mee willen bemoeien. Kleine, krachtige en dienstverlenende overheid. Maar wel een beetje. Want na decennia van economische groei, stijgende welvaart en steeds grotere en machtigere bedrijven, wil de VVD wel een sterke overheid als marktmeester. Centraal staat voor de VVD een gezond ondernemingsklimaat. Hardwerkende Nederlanders, zeggen we graag als VVD. Ook veiligheid is altijd een belangrijk thema geweest voor de VVD. Je blijft met je poten van mensen af die er zijn voor jouw gezondheid, voor jouw veiligheid. En vervolgens voor degenen die niet willen luisteren, dan pakken we je ook. En de partij maakt zich traditioneel sterk voor de automobilist. En die mag tegenwoordig ook in een elektrische auto zitten. Dan het aantal zetels. De VVD heeft er 34 en is daarmee nu veruit de grootste partij. Dat lukte ze zelfs 4 keer op rij. De VVD lijkt nu wel flinke concurrentie te krijgen van Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PVDA. Een dingetje? Of zeg gerust een ding. Want de laatste jaren ligt de VVD flink onder vuur van de andere partijen. Maar voorzitter, dit is toch volstrekt ongeloofwaardig? Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor. Na 10 jaar Rutte zien we nu transparant de leugen van de heer Rutte. Ook is het vertrouwen van de burger in de politiek bijzonder laag. En dat nemen critici vooral de VVD kwalijk. Met politieke spelletjes. De minister-president voert hier gewoon mist op. En een gebrek aan transparantie. Via, ik kan die bron niet onthullen, dat is vertrouwelijk. Ja. Het ging vaak over een verziekte bestuurscultuur. Van de toeslagenaffaire tot functie elders en een heleboel daartussenin. En hier scheiden onze wegen. En de VVD kreeg het verwijt dat ze het vorige kabinet bewust hebben laten klappen. Niemand trapt erin en het is en blijft spuuglelijk. Klopt niks van, zegt de partij zelf. Dat wordt gezegd door andere partijen. Dat zal... ik vind dat zo intens, cynisch en onbegrijpelijk. Dat zeg ik. Ding. Het verkiezingsprogramma heet Ruimte geven, grenzen stellen. Met heel veel focus op migratie. Het punt waarop Rutte 4 was gevallen. Met een 2-status-stelsel voor vluchtelingen. Een onderscheid tussen mensen die tijdelijk of permanent naar Nederland komen. Dat is wat het verschil maakt. Verder wil de VVD huurstijgingen tegengaan. En moet er een kooprechtwet komen. Zodat huurders hun sociale huurwoning kunnen kopen. Ook het jaar 2035 is belangrijk, want dan moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn en mag de energiesector geen CO2 meer uitstoten. Dat zou moeten lukken met behulp van nieuw te bouwen kerncentrales. Dan de lijsttrekker, Dilan Yeşilgöz, 46 jaar geleden geboren in Turkije. Wie had dit ooit kunnen denken, dat juist ik hier vandaag op deze plek zou staan en dat met mijn achtergrond. Een Ajax-seat in Rotterdam.
In de jaren 80 kwam ze met haar familie naar Nederland en bleek al snel een geboren politica. Eerst over links, bij de SP, GroenLinks en de PvdA. Maar bij de VVD kreeg ze echt voet aan de grond. De politiek moet echt minder met zichzelf bezig zijn. Veel minder met elkaar bezig zijn. Maar veel meer waarvoor we ook dit doen. Dat is namelijk het dienen van de mensen. Ze klom op van gemeenteraadslid tot Kamerlid. Tot uiteindelijk zelfs minister van Justitie en Veiligheid. Voorzitter, ik vind prima dat de heer Wilders zijn tweede inbreng al had voorbereid. Maar hij moet wel naar me luisteren als hij mij hier naartoe haalt over de veiligheid. Ik weet wel wat er gaande is. Nieuw doel, minister-president worden. Ik ben daar klaar voor. Ze zou de eerste vrouwelijke premier ooit zijn en de eerste met een migratieachtergrond. Voor de laatste keer, de Matrix. Je ziet hier duidelijk dat ze in een regering zitten met CDA, D66 en ChristenUnie. Het CDA is de trouwste broeder met een match van 92%. Zowel op links als op rechts zijn de verschillen veel groter. Dit was de laatste. Dat waren ze dan, de politieke partijen. Hopelijk hebben we je een beetje op weg geholpen. Maar dit waren natuurlijk slechts de introducties van een paar minuutjes. Ja, maar duik zelf ook even wat dieper in die verkiezingsprogramma's. En pak er een paar stemwijzers bij. Maar je bent zeker ook nog niet van ons af. We gaan je nog iets verder helpen met kiezen. Kijk die matrix in deze video. Lekker overzichtelijk, al dat stemgedrag in één oogopslag. Maar dat zegt nog niks over allerlei losse thema's. Daarom hebben we als extraatje een interactive voor jullie gemaakt, waarin je twee partijen op thema met elkaar kunt vergelijken. Denk aan onderwijs, migratie, sociale zekerheid en meer. Vooral handig als je twijfelt tussen nog maar twee partijen. Check de beschrijving voor de link. En dat is niet alles. Komende week krijgen jullie van ons elke avond live het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Waar we net als 2,5 jaar geleden in gesprek gaan met de lijsttrekkers zelf. En jij kan meedoen en vragen stellen. Dus check de beschrijving. Tot slot, is er na deze opnames nog iets belangrijks gebeurd wat we nog moeten benoemen? Wacht. Yes, eind oktober show meldt zich weer. Hey, heb jij nog iets voor ons? De stemwijzer is online gekomen, dus dat is best wel handig als je nog een hulpje zoekt. Ook de lijsttrekkers zelf hebben hem ingevuld. Blokken op deze stemwijzer. Ja, goed hè, ik ben geslaagd en ik mag lijsttrekker blijven van de leden. En de eerste debatten hebben plaatsgevonden. Ik heb niets tegen kernenergie. En als het op migratie aankomt, denk ik dat het iets makkelijker met de VVD-zaken zal doen zijn. Ik denk dat de heer Timmermans te maken heeft met een GroenLinks-achterban. Bij College Tour bijvoorbeeld. En daar ging het ook over de oorlog in Israël en Gaza. Wat kan u doen en wat gaat u doen om de Palestijn die nu vastzit in Gaza te helpen? Dankjewel ook voor de... Dat zit verder niet in deze video, maar daar zitten we bij NOS op 3 natuurlijk wel bovenop. Dit is de Gazastrook, een piepklein stukje land waar de hele wereld over gehoord heeft. Wie steunt nou wie? The United States stands with Israel. Zal het ongetwijfeld de komende weken nog veel over gaan. En dat we er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat die corridors geopend zijn, waardoor de hulpverlening kan komen. Ook in Politiek Nederland. Wat dat betreft heb ik nog de laatste peilingen van eind oktober voor jullie. Nog steeds wel die duidelijke top 3 van VVD, NSC en GroenLinks PvdA. Daarachter komen PVV en BBB. Dit zijn de enige 5 partijen die nu virtueel boven de 10 zetels uitkomen. De rest allemaal minder. Vooral D66 en CDA lijken harde klappen te krijgen. Lijken, hè? Want vergeet niet, het zijn maar peilingen. Alright, nou, eind oktober zo. Out. Doei! Oké, bedankt weer. Leuk, maakt het wel. Ja, ik weet niet. Ja. Het doet wel een beetje stoer, man. Hoe zou jij het zo? Nou, dat ziet zo. En jij daar thuis. Je krijgt nog veel meer politiek van ons, dus houd onze YouTube, Insta en TikTok in de gaten. En vergeet ook niet onze dagelijkse podcast Lang Verhaal Kort. Succes met kiezen en houdoe! Ik doe het echt niet uit.